allemaal, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag zitten we met een innovatieve Surinamer, een Surinaamse, die een gat in de markt heeft gezien en ons er alles over wil vertellen. What we need is a little Q-Time. Welkom Khadija. Dankjewel. Navi's Cleaning. Wat doet Navi's Cleaning en hoe ben je op het idee gekomen om te starten hiermee? Het is een lang verhaal, maar ik ga het even kort uitleggen. Ja, want we hebben maar 10 minuten, dus let's go. Navi's Cleaning staat eigenlijk voor Spotless Cleaning. Ik heb het namelijk getranslate naar het Arabisch. Mm-hmm. Ik ben gestart om huizen schoon te maken voor mensen. Ik werk 7 dagen in de week. En ik heb gezien dat er eigenlijk meer vragen naar is. Ik kon niet alle klanten helpen, want mijn schema was dan te druk. Ik had dan geen rust, waardoor bepaalde klanten zeiden van... Je maakt zo netjes schoon, waarom richt je niet een bedrijf op? En dan train je dames net als hoe jij schoonmaakt. Ik dacht van oké, ik heb het toen met mijn partner besproken. En ik heb Navi's Cleaning in 2020 opgericht, in de periode van COVID. En we maken schoon voor huizen, bedrijven en tuinonderhoud. Tuinonderhoud. Jawel. Dus je zag dat mensen hulp nodig hadden bij de... mensen hulp nodig hadden tijdens de COVID-periode. Was dat niet eng met al die gevallen van besmettingen en zo? Of was dat juist een trigger voor jou van oké, harder mijn best doen, meer schoonmaken, beter schoonmaken? Ja, toch wel. Ik twijfelde ook als het zo oppakken. Vooral niemand wil echt mensen hebben in hun woning. Ze waren allemaal bang. Maar het is aardig gelukt. Het is aardig gelukt. We hebben ook de voortmaatregelen getroffen dat er niets gebeurt. En we mogen gewoon danken. Geen van de dames die hebben gewerkt, hebben COVID gehad. Nou, dat is goed geluk voor 2020. Maar we zijn nu in 2023. Ja. Hoe beweegt Navi's Cleaning zich dan nu voort? Geweldig. We krijgen elke dag nieuwe klanten erbij. Je hebt ook klanten die vanwege bepaalde omstandigheden niet meer kunnen. Maar ja, we danken God, er komen elke dag krijgen we nieuwe klanten erbij. Nieuw personeel. Nu is het wel... Een beetje, hoe zal ik het zeggen? Hoe het is. Ja. Hoe het is. De druk, het is er nu, want je krijgt meer klanten. Ik supervise zelf. Dus ik kan mezelf niet echt indelen om bij iedereen te gaan. Want ik wil de kwaliteit eigenlijk behouden. En ik heb dan besloten om voorlopig nog geen nieuwe klanten meer aan te nemen. Dat is niet echt handig om nu te zeggen, hè? Want je bent bij Q-Time, iedereen kijkt, iedereen weet. En je hebt al gezegd dat je goed schoonmaakt, want die mensen hebben je gezegd. Hoe gaan we verder? Dus we zullen vanaf maart zullen we eigenlijk weer nieuwe klanten aannemen. Maar voor nu willen we echt een goede structuur brengen binnen in het bedrijf, dat onze kwaliteit hoog blijft. We gaan niet gewoon achter elkaar meer klanten nemen en is de kwaliteit dan niet goed. Dus vandaar. Maar we werken eraan. Het lukt. We zijn nu ook bezig met een supervisor. Dus die gaat dan ook maart beginnen om dan zelf op de projecten te gaan. Om te checken dat alles goed gaat. Dus ik hoef dan niet van hier en daar te gaan. Ik kan gewoon even gaan om te kijken van lukt het en zo. Maar ik hoef me niet echt te belasten daarmee. Ja, dat wilde ik vragen. Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit... top of the line blijven. Wat maakt Navi's Cleaning anders dan de rest? Ik ga persoonlijk langs op de projecten. Ik ga bezichtigen als alles goed is. Meestal als ik de eerste keer dat ik langs loop, maak ik een takenlijst op met wat er allemaal gedaan moet worden. Want je hebt soms werknemers die vergeten wat ze moeten doen, waardoor ik dan een takenlijst heb opgemaakt. Ik print het uit en ik laat het dan daar. En aan de hand daarvoor werken ze. Dat als ze klaar zijn met werken, dat ze het even doornemen, kijken van, heb ik alles gedaan? En als ik dan kom om te supervisen, geef je aan, oké, je hebt dat gedaan. En dan ga ik kijken, heb je het werkelijk gedaan? En is het ook goed gedaan? Dat is ook belangrijk. Ja. Goede takenindeling, kwaliteit hoog. Maar welke diensten, want hoe werkt het precies voor jullie? Als ik, jullie houden natuurlijk van netheid, dus jullie zijn blij als mensen een rommelig huisje of iets hebben dat schoongemaakt en opgeruimd kan worden.
Maar hoe gaat het dan te werk? Ik bel, jullie komen langs en zien van oké, hier moet van alles gebeuren. Of is het een standaard pakket dat jullie aanbieden? Hoe gaat Nafis Cleaning te werk? Ik bel jullie, hallo mevrouw, ik heb er allemaal. Ja, we vragen eigenlijk wat er gedaan moet worden, wat de klant wil hebben. En de administratie maakt dan een afspraak, zodat ik persoonlijk langs kan lopen om de plek te bezichtigen. En als ik daar ben, dan bespreek ik alles met de klant, wat de klant zou willen hebben. We geven de klant ons tarief aan, onze starter. En indien de klant zegt van ik ben geïnteresseerd, ik wil het wel hebben. Maar ik zit misschien even een beetje vast, dan kunnen we ook kijken wat we kunnen doen om de samenwerking toch aan te gaan. Mooi. Oké. Okay. En jullie komen daar aan. Eigenlijk is een job te veel. Zijn er grenzen? Of alles kan? Ja, alles kan. Maar we bespreken het eerst wat er gedaan moet worden thuis bij u. Indien u wil dat er bepaalde dingen extra gedaan moeten worden, moet het eerst met mij besproken worden voordat u de dame vraagt van kan je dit even voor me doen? Dus we gaan eerst met mij onderhandelen van mag ik de dame dat zeggen om te doen? En indien ik zeg van ja, het mag, dan krijgen ze dan de go. Oké, dat zijn de huizen. Maar jullie doen ook bedrijven, welke bedrijven kunnen in aanmerking komen voor jullie schoonmaakdiensten? Wat doen jullie? We maken voor alle soorten bedrijven schoon. Een restaurant, kleine kantoorruimtes, televisiestations. Ja. Geen opdracht is te groot? Nee, helemaal niet. Mooi. We pakken het aan. Bedrijven zijn vaak door de dag open natuurlijk. Of sommige zijn juist heel laat open. Hoe zit dat dan? Stel, ik heb een bedrijf en ik wil dat die sluit om 12 uur 's avonds. Komen jullie dan om 12 uur 's avonds om schoonmaken? Ja, dat de volgende ochtend weer. Ja, die hebben we ook. We hebben restaurants die soms de hele dag open zijn. Ze hebben geen sluiting. Of misschien hebben ze maar één keer in de week een sluiting. En dan vragen ze als voor 10 uur 's avonds of 12 uur 's avonds kunnen komen om schoon te maken. En dat is dan dus een deep clean, moet ik me dan daarbij voorstellen? Jawel. Want is het dan alleen of die sluitingsdag schoonmaken? Nee, dat is echt een deep clean. Maar we hebben ook bedrijven die, een restaurant die zeg maar twee keer in de week zegt van komen jullie en maken jullie het schoon. Je vertelde ook dat jullie tuinonderhoud doen. Jawel. En wat is het andere? Je gaf nog iets aan. Het wassen van schutting. Wassen van schutting, dat doen jullie ook. En het organiseren. Organiseren? Wat moet ik daarbij? We hebben bepaalde klanten die hun walk-in closet willen organiseren. Of hun klerenkast of hun keukenkast. De walk-in closet of klerenkast, we organiseren het in color-wise. Echt van licht naar donker, groot naar klein. Het overzichtelijk, dat als je klerenkast of je keukenkast openmaakt, je gelijk ziet van ik heb dit. Of je voorraadkast, je pantry even openmaken. Oké, dit heb ik niet. Niet te gaan grabbelen van, heb ik dit of heb ik het niet. En ook als we bijvoorbeeld je keukenkast gaan schoonmaken. En dan hebben de bepaalde klanten echt heel veel bakjes. Dat we het zodanig regelen dat als de klant één bak pakt, dat de anderen niet eroverheen vallen. Dat is heel handig. Kleine vraag, misschien niet in jullie servicepakket. Maar stel jullie zijn bezig op te ruimen, je organiseerde kasten. Misschien ook de koelkast zelf. Jullie zien bijvoorbeeld van oké, mevrouw, uw suiker is bijna op. Of uw melk is niet meer goed. Of weet ik veel. Doen jullie dat ook als extraatje van dit is op, toevoegen of bijhalen? Dat is eigenlijk ook erin. Indien we zien dat spullen binnenkort gaan vervallen of als ze al vervallen zijn, zetten we een deel van oké, dit gaat vervallen apart. En als de klant aankomt, vragen we dit gaat bijna vervallen, dit is al vervallen, kunnen we het wegdoen? En als de klant zegt ja, gooien we het weg. Als de klant zegt nee, ik ga het nog gebruiken, dan wordt het daar ook netjes geplaatst. Nou, dat is iets extra natuurlijk om mee te nemen, want de well-being van de klant nemen jullie daar ook mee. Jawel. No. Geven ze soms ook de tip van bepaalde dingen moeten wel weg. Dat kan echt niet meer blijven. Ja, soms moet je ze even een beetje overtuigen van, kunnen we dit toch even wegdoen? Even, voor nu, voor altijd. Het is niet meer goed. Weg. Nee, Nafis Cleaning heeft een heel groot assortiment aan diensten die jullie aan klanten verlenen. Maar hoe kunnen ze jullie bereiken dan vanaf maart, wanneer jullie weer ruimte hebben om nieuwe klanten aan te nemen? Ze kunnen ons vinden op Facebook en Instagram, op Nafis Cleaning. Ze kunnen ons ook appen en bellen op het telefoonnummer 85
21595 of 7212045. Nou, alles is al gezegd. Iedereen weet nu wat jullie doen. Ik wil jullie graag bedanken voor je komst in de studio en sowieso alvast veel succes toewensen met Maart, want je gaat het druk hebben. Dank u wel. Nou, Nafi's Cleaning is dus te vinden op social media, op Facebook en Instagram. Nafi's is N-A-F-I-Z. En het telefoonnummer nogmaals is 85-21-59-5. En het tweede nummer is 72-12-045. Nou, Khadija heeft het gezegd. Hartelijk dank voor je komst in de studio. En tot de volgende keer. En remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.